En hallo sappige fruitvliegjes van me. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Koen. En we zijn alweer bij aflevering 20. Erik, dat gaat toch hard? 20? Ja, nee, dat 20. Gaat hartstikke hard, hè. Echt niet normaal. Tijd vliegt voorbij. En nou ja, en aflevering ook. Dat is niet het enige wat dat voorbij vliegt. Deze achtbaan die we vorige keer hadden gebouwd, de kinderachtbaan, die is natuurlijk ook best wel bezocht, ook door de ouderen gelukkig. Ik heb inmiddels ook een thematisatie gegeven aan deze attractie, een beetje industrieachtig. Ja, en ik heb het spookthema natuurlijk vorige keer gedaan. En nu heb ik een gebied geselecteerd, een sneeuwgebied. Het wordt geen sneeuwattractie, het wordt iets heel anders. En dat zie je na het intro. Oké, people, let's go to work. Rollercoaster Tycoon is zo, Erik. Als je hem hebt, neem een muis met een scroll. Als je geen scroll hebt. Het spel bestaat uit 80% uit scrollen. Scrollen? Ja, dat is echt zo. Ja, okay. 80% uit scrollen. Ik zal het noteren. Ja. Dus als je denkt van, jeetje. Weet je wel? Nee, we gaan scrollen. Hier scrollen, ja. Ja. Genoteerd? Ja. Ja. Nou, we gaan nu een spinning coaster maken. En dan, als ik zeg spinning coaster, dan denk jij waarschijnlijk aan... Fitness. Fitness? Dan kan je spinnen. Oh, zo ja. dat is een goeie, ja. Denk je niet toevallig aan... Even denken aan Europa Park? Nou... Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, daar had ik niet aan gedacht. Want Europa Park heeft een hele... aparte spinning coaster. Ken je die toevallig? Dan denk ik wel dat ik weet welke jij bedoelt. Kijk. Ja, ken ik wel. Die ken ik wel. En ben je er wel eens in geweest, hoor? Nee, ik ben nog nooit zelfs in Europa Park geweest. Nou, dan mogen we de hand schudden. Yes! Dan mogen wij gewoon even braaf de hand schudden. Nou, dat doen wij dan maar. Is goed. En ik dacht, ik ga hem gewoon eens gek doen. Ik ga gewoon hem eens schuin omhoog takelen. Dat zie je niet vaak, dat een achtbaan schuin omhoog wordt getakeld. Maar aangezien we ook maar een bepaalde plek hebben om te bouwen, ik heb het met sneeuw gemarkeerd. Dat is een beetje ons plek, aangezien we daar al een houten achtbaan hebben staan. En het is niet voor niets Rollercoaster Tycoon, dus waarom zou ik nou een dark ride weer neerzetten in plaats van zo'n stoere achtbaan als een spinning coaster? Nou, precies. Ik weet geen beter excuus. Nee, toch? Ja. Nee. Nou, we gaan hem ook weer even testen om te kijken hoe die dan eruit ziet. Zijn vier karretjes ga ik veranderen in drie karretjes en een paar treinen. Nou, dat zijn drie treinen, er komt nog wel eentje achteraan. En dan gaan we verder bouwen. En Erik, heb jij Rollercoaster 3 wel eens gespeeld? Nou, ik ga het je zeggen. Ik heb dat wel eens gespeeld, ja. Ja. Oké. Okay. Sterker nog, ik heb hem. Hebt hem? Kijk, ja. Nou, dan kan je met... dat is goed, dan kan je de hand schudden, hè? Alweer, hè? Zo, alweer, we blijven wel... jij komt niet meer aan achtbanen bouwen. Nee. Toe, op die manier, als we handen blijven schudden. Ja, het is mooi, hè? Dat je gewoon van die spinning coasters... Echt, en als je dan zo'n beetje vatsig persoon in je achtbaan hebt... Dan moet je uitkijken, weet je? Oh jee. Dan ben je echt de sjaak, hoor. Dat, dat komt niet goed. Daar moet je rekening mee houden. Dat komt niet goed. Gegarandeerd niet goed. Dus afvallen, allemaal. Echt, hè? Toch die fitness weer. Ja. En ik wil maar een beetje een grove afdaling maken, omdat ik vind dat een spinning coaster heeft wel een lekkere vaart nodig in de attractie zelf. Even uitkijken dat hij dit gaat halen. Dat moet je altijd doen. Je moet altijd testen, hè, je achtbanen. Oh, dat gaat hij halen. Woe! Ik hou van dansen en muziek. Sorry, ik wou zingen voor je. Maar dat wordt denk ik niet gewaardeerd. Oh, hij komt dicht bij deze achtbaan. Ik weet niet of ik dat ga doen, jongens. Oh. Het is natuurlijk een spinning coaster, dus ik wil expres van die leuke ronddalingen maken. Gaaf hoor. En zou je daar graag in willen? Want we zijn natuurlijk in Toverland, ben je daarin geweest, toch? In de spinning coaster. Ja, die was awesome. Wat een belevenis was dat, hè? Die was echt awesome. Echt, ik bleef erin gaan. Echt, hè? Zeker. Dat was echt heel tof. Fantastisch. Ja, dat was echt heel goed gedaan. Ik denk dat dat een hele goede aanwinst is voor Toverland, denk ik. Ja, zeker. Echt wel.
Ja, hè? Een van de beste attracties die ze daar hebben, joh. Ja, hè? Ja. Maar ik vond de dingen ook wel heel leuk. De hoe noem je die? Wil je de Troy zeggen of wil je die motor achtbaan? Troy was ook fantastisch natuurlijk. Nee, het was geen achtbaan. Die motorachtbaan was ook heel gaaf. Die motorachtbaan die was heel gaaf gedaan. Dat je plat op je buik ligt, zeg maar. En... Maar welke bedoelde je dan? Die rodelbaan. Die viel toch wel mee. Nee. De wildwaterbaan. Oh, die vond ik, ja, ja. Die was ook wel heel apart, was, hè? Die was heel apart, ja. Wat een hele leuke. Nou, ik denk dat dit ook een hele leuke achtbaan wordt. Ik ben al bezig met de layout. Ik zal die... ik heb de feet er even op gedaan. Om te laten zien hoeveel feet het is. Voor de mensen en voor mijzelf ook. Maar ik haal hem even weg. Deze achtbaan is een lekkere dalingen heeft hij ook. Ik heb er expres wat dalingen in gedaan. Oh, goed van onderbuikgevoel. Ja. Heerlijk. Ja, ja. En dan nog spinnen en dan die rondtollingen. Oh, ik voel het al. Ja. Ja, die Troy-achtbaan was echt een misselijkmakende achtbaan ook wel heel erg, hoor. Ik was echt misselijk. Ja? Ook jammer. Ja, twee rondjes achter elkaar. Toen had ik zoiets van, of één rondje. Ik heb ze voor mij... ik heb er twee. Absoluut. Ik heb er twee gedaan. Twee keer geweest? Ja, ik ben twee keer geweest. Kijk. Ja, ja. Jullie zijn iets van drie of vier, vijf keer. Vier keer ja. Zo was dat. Schitterend. Echt heerlijk. Ja, het is een mooie achtbaan. Houten achtbaan. Echt beste achtbaan van Nederland, vind ik zelf. Dat vind ik ook wel, ja. Ja, hè? Eén van de beste achtbanen van Nederland. Ja. Dan vind ik die spinningcoaster van hun de beste eigenlijk wel. Ja, zeker weten, ja. Zeker weten. En ja, dus nog beter dan de Python. Ja, dat is niet zo moeilijk. Nee. Ik zeg niks. Nee. Het is de keiharde waarheid. Dus ja, het is wel... Python is gewoon een... kunnen we omheen gaan draaien, hè? Maar wel weer gaaf om toen, weet je. Ze, ik weet niet, ja, weet je. Je hebt ook verder voor de rest niet veel in de Efteling, maar de Python is ook het enige wat je hebt daar, haast. Hè? Ja, eigenlijk wel. Voor de rest hebben ze niks. Ze hebben niet zoveel. Ben je zo uitgekeken door de Efteling, ja. Hè? Daar heb je het ook over gehad. Ik bedoel, 10 minuutjes binnen, je hebt het allemaal wel weer gezien. Kun je weer naar huis. Ja, voor jou. Ik vind het leuk. Ja? Ik vind het wel leuk. Jawel, ik vind de Efteling wel leuk. Dat is maar een grapje. Nee, maar ik dacht ook dat je sowieso niet zo'n band had met de Efteling, toch? Oh, jawel. Oh, wel? Ja, ik dacht dat jij er wel mee had, joh. Nee, zeker wel, zeker. Ik heb met de Droomvlucht niks. Dat was hem. Ja, de Droomvlucht heb ik niet zoveel mee. Ik heb meer bij het Sprookjesbos, dat vind ik echt awesome. Ja, tuurlijk. Ik ben niet in de Efteling geweest als je niet in het Sprookjesbos bent geweest. True. De originele, Efteling. Daar is mee begonnen, onder andere. Ja, klopt. Ja, daar is mee grootgebracht. Ja, klopt. Ja, we hadden die oude kaart laatst nog gevonden, hè? Die hele oude plattegrond. Dat klopt, ja. Zo. Wauw, dat was fantastisch. Ja, dat was echt gaaf. Ja. Om dan te zien, inderdaad. Dan zie je inderdaad... de veranderingen. Spookslot en zo. Een spookslot ook nog, ja. Wauw. Nou, kijk, ik maak hier een einde aan de achtbaan. Inmiddels heb ik de achtbaan afgerond. En even kijken hoor. Dan moeten we hem even mooi laten eindigen natuurlijk. Zo, hoppakee. En hier maken we wat remmen hier zo. Ik ben nooit zo van de remmen, joh. Hij kan beter in één keer doorgaan. Hè? Ja, je moet hem gewoon door laten gaan. Gaan we maar door. Plankgas. Dit geen einde aan. Kijk, nou, ik heb iets te veel. We gaan gewoon testen. Ik wil er even in zitten. Gewoon even kijken hoe wij de baan vinden zelf. Oké. Zit nou in de spinning coaster. Daar gaan we. Oh, we gaan naar rondjes. Half. Oh jee. Gaaf effect zo. Gaaf effect. Oh shit! Oh mijn god, wat gaaf! Ik doe maar van de voorkant zo. Gaat dat ook niet? Ja, zo. Ja, anders gaan we heel de tijd draaien en zo. Oh shit. Ik ben benieuwd of hij het haalt. Ik denk het wel. Dit is de eerste test eigenlijk.
gaaf, hè? Oh. Haalt dit. Ja, dat denk ik wel. Hoop het. Nog even. Kom. Ja, haalt het. Naast de afdaling. Oh, dit gaat goed komen, denk ik. Dit gaat wel goed komen. Ah, dit is gaaf, man. Wow. Haalt het niet. Nou. Hij heeft geen genoeg speed. Ah. Dat is jammer. Maar je had het nog zo gezegd. Er moet geen dikke man in die achtbaan zitten. Dat is zo. Scherp. Ja, misschien dat je daar wat mee kan. Sorry, Vincent. Oh, ik zeg sorry, Vincent. Wat is er aan de hand? Oh, ik had het over die dikke man die je erin had gezet. Oh, zo, ja. Ja. Oh, dat. Ja, ik snap hem. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik. Ik vind het einde zo vervelend van deze achtbaan. Erik, zeg ja, ik ga de layout iets veranderen. Zal ik hem gewoon lekker 2 keer naar boven laten takelen? Nou ja, heb je dat al een keer eerder gedaan? Ja? In een andere achtbaan? Nee, nog niet. Nou, dan moet je dat toch gewoon een keer doen. Eens moet de eerste keer zijn, gewoon doen. Echt, hè? Ja. Tenzij daarna een heel kort stukje nog maar komt, dan is het heel raar, ja. Dat je na het takelen nog een keer... S'nachts na 2. Ken dat liedje niet? Ja. Ja, oh, toch wel, ja. Kijk. Ik ken hem wel. Grote kaskraker. Mhm. Met carnaval volgens mij. Ja, klopt. Gebogen liftheuvel, wat is dat dan? Oh, daar kan je rondjes. Oh, wat leuk. Oh, dat wist ik niet eens. Grappig, joh. Oh, ik zit nou wel een beetje raar te doen. Ja, kan toch af en toe wel eens? Oh. Nou, gewoon doen. Ja, toch? Kijken wat eruit komt. Wat doe je dan voor reis dan? Wat ben je voor reis aan het doen? Ja, met de achtbaan. Ja. Dat natuurlijk omdat het sowieso al 2 keer omhoog wordt getakeld. Is dat heel apart, joh. Mm-hmm. Maar dat maakt, het heeft wel iets. Ja, het heeft wel iets. Ik denk dat de bezoekers dat wel waarderen. Maar puur omdat ik zoiets nog nooit heb gedaan, is het wel... Heeft wel iets, het laat wel leuk in elkaar overlopen, ja. Oh, oké. Ja, maakt het wel leuk. Ik kan hier nog wel wat van breien. Wat een trui. Kan. Ah. Ben jij goed in breien dan? Nee. Heb jij nooit kaas van gegeten, toch? Daar heb ik geen kaas van gegeten, nee. Wel worst, maar... Waar gaat je voorkeur naar? Worst. Toch wel? Mij ja. Ook dus. Ja, mij ook. Vorige keer had ik een feestje. Ja. En nou, tuurlijk, als dat bord langskomt met die heerlijke worst erop. Oh, ja. Nou dan... 2 of 3. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Hallo, dadelijk is die leeg. Ja, echt. Ha, zit ik met die vieze kaas opgeschreven. Nou, Nederlander, dag. Ja. Een Nederlander. Ja, zo'n Nederlander. Maar zij delen uit. Ja, hallo. Inderdaad, ja, dan... Wie ben ik dan? Zo raar ook, hè, om niet te accepteren. Dat niet kan te accepteren, niet doen. Ja. Niet nee, doen. Precies. Dat is onbeschoft. Dat kun je absoluut niet maken. Nee, dat klopt. Nou, geef mij die hele schaal maar. Hier. Ja. Ja, dan ben je er vanaf. Dat is gewoon... Komt goed, komt op. Komt goed. Ah, de kaas mag je houden. Ja, absoluut. Nee, die hoef ik echt niet. Vieze kaas, joh. Even kijken hoor. Nou, we gaan hem testen. Nou moet hij het goed komen doen. Ik ga hem gewoon testen vanaf zo.
Oké, de achtbaan is wel apart, want hij heeft een heel stuk leeg. Maar we gaan sowieso de ondergrond eventjes groen maken. Want ik heb nou dus de vlakte sneeuw gemaakt. Dat ziet er niet uit. Zo. Hele aparte coaster. Kijk, ik wil wel wat gebergte hier. Wil ik eigenlijk wel wat laten hier ook een gebergte doen, denk ik. En dat doen we dus met behulp van de bergtool. En daar ben ik niet zo'n fan van, dat weten jullie inmiddels wel. Omdat ik de bergtool echt afgrijzelijk vind. Dat het heel vaak niet werkt. En heel veel kan verprutsen van je achtbaan. Zo. Zo. Deze laat ik hier aanlopen zo. Kijk, en hier komt dat lelijke wat ik bedoelde. Inderdaad, als je niet goed oplet, dan kan je het zo lelijk maken hier. Oh, kijk, snel voor indalen zo. Beter dit. Zo, dan kan je ook een beetje in laten dalen dat het realistisch wordt zo. Zo. En deze berg maken we ook wat mooier met de grond, zo gelijk, dat het wat realistischer berg wordt. Zo, en hier ook nog een beetje zo. Zo, dat ligt een beetje in een kuil, zie je? Dat is wel gaaf, dat maakt het toch gaaf. En ik kan die berg hier wel een klein beetje, niet te groot maken. Zo, hier wel een beetje. En dan maken we hem gewoon weer vlak, zo. Ah, dit is gaaf, Erik. Het is dat je het niet kan zien, maar anders wordt het verkocht, hoor. Ik geloof het graag. Zo, kijk, het ziet er leuk uit. Het is gewoon eens weer eens wat anders. Oh, dan karretjes gaan naar boven. Even kijken, dan hebben ze twee flinke afdalingen. Kijk, nou, daar gaan ze. Huppakee, de achtbaan lekker veel speed. Oh, huppakee. Oh, hier gaat hij lekker hard hoor. Mag ook wel. Ik denk zelfs dat hij bijna te hard gaat. Maar dat is wel lekker zo'n vaartje erin. Dat mag hij wel. Oh, lekker. Ja, handjes in de lucht. Inderdaad, kijk. Mooi zo. Nou, ik vind in deze video hebben we dat mooi gedaan. Een nieuwe attractie. En ik denk dat dat bijna een van onze laatste attracties wordt. En dan is het park gaan we dan afronden. Ja, we gaan hem dan een beetje afbouwen. En dan hebben we wel een heel erg leuk iets gemaakt met z'n allen. Waar jullie hiervan hebben genoten. En of we dan de serie verder gaan doen, dat is een beetje de vraag aan jullie kijkers. Of we dit nog verder moeten gaan bouwen. Zo ja, wat moeten we dan gaan verder bouwen volgens jullie? Want ja, dit moet nog af. Deze achtbaan moet nog afgerond worden. Laat het weten in de comments wat jullie denken. Zodra ik het weet en lees, ga ik eraan beginnen. En gaan we dus misschien of stoppen met de serie of verder met de serie. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt voor het meedoen, Erik. Yo. En tot de volgende video. Of, ja, niet. Nou, doei doei. Doei. Ik ben een kamerplant.